Waarom gaat de crisis in Griekenland niet voorbij en wat kan ons dat schelen? Ik wil eigenlijk beginnen met het laatste. Wat kan ons dat eigenlijk schelen? Toen ik voor de eerste keer in Griekenland kwam, was dat in 2010, januari. Ik werd naar Griekenland gestuurd, want daar was in één keer in Euroland Griekenland een crisis uitgebroken. Ze hadden gesjoemeld met de cijfers, de statistiek was niet op orde en de overheidsschuld was vele malen groter dan iedereen had gedacht. Het betekende dat de banken, de investeerders die hadden geïnvesteerd in Griekse schuld, zeiden van die hoeven we voorlopig niet meer. Griekenland kon nergens meer terecht op de kapitaalmarkten, was nagenoeg failliet. En daar stond ik dan, in één keer in Griekenland, tussen de demonstrerende Grieken, want die begonnen eigenlijk al vrij snel te demonstreren, omdat er vrij snel besloten werd om te gaan bezuinigen, nog voordat Europa eigenlijk ingesprongen was. Ik moest daar uitleggen wat er eigenlijk mis was gegaan, waarom het zo gruwelijk mis was gegaan. In 2 reportages en in gesprekken met de studio, zoals we die vanuit Griekenland bij het parlement of bij de Acropolis hebben. Ik moet even mijn headset goed doen, want dit gaat helemaal verkeerd. Ja, anders kunnen jullie me niet meer verstaan straks. U zakt alle kanten uit. Oké, ik denk dat dit beter gaat, hè? Ja, goed. Dus dit was wat ik aantrof. De vrouw is wat dikker dan in het echt, maar dat geeft niet. Het klinkt een beetje gek, maar voor mij was het gewoon werk. Ik had het jaar daarvoor, even terug in de tijd gaan, hadden we de bankencrisis gehad in Amerika. Dat kunt u zich allemaal wel herinneren. Ik was in Washington geweest, New York, Lehman Brothers. Daarna in Nederland ging de ene na de andere bank ten onder. ABN AMRO, Fortis, DSB hadden we zelfs al gehad, nog voordat de Griekse crisis was uitgebroken. Het klinkt een beetje blasé, maar voor een journalist is dan zo'n schuldencrisis, ja, mwah, hè? Dan denk je van ja, nou ja, dat zal zo wel weer voorbij zijn, of dat lossen ze wel weer op in Europa. Ik had echt nooit verwacht dat ik daar zo betrokken bij zou raken en dat ik daar zo vaak terug zou komen, zoals ik heb gedaan. Even kijken hoor. Het ging om iets wat wij ook hebben, het ging om de euro. En de euro die heeft op dat moment en in de jaren daarna een paar keer op het punt gestaan om uit elkaar te vallen. En de euro lijkt allemaal heel erg goed gaan, je hoort er niet zo heel veel meer over. Maar ik vertel u, het is nog niet helemaal voorbij daar. En ook niet qua gevaar voor onze gemeenschappelijke munt. Vorig jaar was misschien wel het meest significante, 2015. Toen heb ik 2,5 maand bij elkaar in Griekenland gewerkt. Dat was niet alleen voor de NOS, maar ook om aan het boek te werken samen met mijn collega Connie Keeser in Athene, de correspondent van ons. En wat wij troffen. Dit is trouwens nog in 2010 wel leuk om te vertellen. Dit was de bezetting van de Acropolis. Dat is al in mei 2010 geweest. Toen de communisten dat boegbeeld van Griekenland bezetten, toen gingen de financiële markten meteen de volgende dag omlaag. Want ik dacht van nou, als de Grieken dit niet pikken, dan krijgen wij ons geld nooit meer terug. En dat is misschien best wel goed gezien. Nou ja, zo stond ik dus. Regelmatig in Griekenland. 2015... Ik heb daar zoveel gezeten en kreeg steeds van de Grieken de vraag van, kom je uit Nederland, wat vinden jullie eigenlijk van ons? En daar werd ik wel eens een beetje ongemakkelijk van, want ja, wat vinden we eigenlijk van de Grieken? We gaan er graag op vakantie, we vinden het Griekse eten ontzettend lekker, we vinden de Grieken eigenlijk allemaal ontzettend aardig, maar we willen wel ons geld terug, toch? Wie van u wil ons geld terug? Wie van u denkt dat we ons geld allemaal terugkrijgen? Nou, maar dat moest ik dus wel uitleggen aan de Grieken, dat er wel een klein probleem was. In Nederland, als je dan weer terugkomt, dan maak je eigenlijk hetzelfde mee, onbegrip. Want wij willen ons geld terug. En er zijn heel veel vooroordelen over de Grieken. Sommige zijn absoluut waar. De staat is natuurlijk echt een puinhoop. Dat is, als je kijkt naar hoe de belasting werkt, hoe het kadaster werkt, dat is echt best een puinhoop. De Grieken zijn lui. Nou, dat is absoluut niet het geval. Die werken echt meer uren per dag dan wij doen. Veel meer zelfs. Dus er zijn nogal wat vooroordelen waardoor ik altijd de behoefte had om op te komen ook voor de Grieken. Want die mensen daar, je kwam ook heel vaak
mensen tegen die fantastische ideeën hadden over hoe het land uit deze crisis kon komen, maar steeds maar niet vooruit kwamen. Dus dat was ook het moment dat Connie Kees en ik besloten, we gaan hier maar eens een boek over schrijven. Want als je voor het journaal werkt, of voor Radio 1 Journaal, zoals Connie werkt, dan krijg je 2,5 minuut, of nou, eigenlijk, ik overdrijf, het is gewoon 2 minuten hoor, in het 8 uur journaal. En dan moet je de hele reportage in doen. In 6 uur kan je dat in 1:20 doen. Nou, hartstikke leuk, kan je heel veel vertellen, leuke beelden laten zien. Maar als je met de mensen praat daar en je komt nog terug en ze willen natuurlijk een linkje hebben naar de uitzending, want ze kijken daar niet naar het journaal, dan blijf je in contact met de mensen en dan hoor je eigenlijk pas nadat je de reportage gemaakt hebt en je gaat nog eens een keer koffie drinken, hoor je pas het werkelijke verhaal. En dat is soms echt heel schrijnend. Wat gebeurde er in 2015? Het waren 7 bizarre maanden toen deze man in januari 2015 aan de macht kwam. Want voor het eerst in 5 jaar crisis was er iemand die zei, ik hoef dit niet meer. We gaan stoppen met die bezuinigingen. We gaan het helemaal over een andere boeg gooien. Hij won de verkiezingen met een grote meerderheid. Meer dan 1/3 van alle Grieken stemde op hem. Hij werd in 1 keer de allergrootste partij van Griekenland. En dit is wat hij op de verkiezingsavond zei. Πολίτες της Αθήνας, σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Doe maar. Dat geld dat kregen we niet terug, hoor, als je dit zo hoorde. Er werd ontzettend feest gevierd die nacht op straat. Echt de hele nacht door. De mensen, dit is precies wat ze wilden horen. Na 5 jaar crisis zou er eindelijk licht aan het einde van de tunnel zijn. Mensen waren euforisch. En wij dachten, hoe gaat dit aflopen? Want Tsipras kan dit wel zeggen, maar hij heeft geen geld. Dus wat gaat er gebeuren? Waarom waren die mensen zo blij? Er is echt heel erg veel gebeurd de afgelopen jaren in Griekenland. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Daar is 40% van het budget afgegaan. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen voorstellen wat er dan gebeurt. Maar dan krijg je dat je in... Even kijken of ik... Ja. Dan krijg je dat je in ziekenhuizen zoals deze filmt, een groot ziekenhuis in Athene, en dat de helft van de ambulances stuk is. En dat er geen onderdelen zijn of geen geld is om onderdelen te kopen. De andere helft, eigenlijk is er geen geld op dat moment. Toen ik daar filmde was er geen geld voor diesel. Moesten ze bij het leger tanken, gelukkig kon dat. Dus ze moesten eerst naar het leger om te tanken. Dan konden ze weer door Athene. Als er een ongeluk gebeurde en je kon 2 gewonden tegelijk meenemen, dat zei de ambulancebroeder, dan deden we dat. Ook al waren ze redelijk zwaar gewond. Alles in 1 ambulance. Er is een vrouw die wij ontmoeten, Despina, en die vertelde ons hoe dat binnen in een ziekenhuis aan toe ging. Want daar kwamen we natuurlijk niet altijd makkelijk met de camera. De privacywetgeving is in Griekenland redelijk goed geregeld. Beter dan hier soms, denk je wel eens. Ik ben er wel eens geweest, maar dan zonder camera. Bedden op de gang. Zij moest lakens meenemen van huis, want de lakens waren op. Bestek, zodat haar moeder die in het ziekenhuis lag, kon eten. Spuiten kopen in de apotheek, want er waren geen spuiten meer in het ziekenhuis. Het is gewoon een staatsziekenhuis, hè? Op een gegeven moment had ze een bloedtransfusie nodig, die moeder. En toen werd er enorme druk op haar uitgeoefend om een bloeddonor te vinden. Want als zij dat niet kon vinden, dan betekent het misschien dat iemand anders geen bloed had. Het was gewoon echt... Dus zij heeft een bloeddonor gevonden. Iemand die ze kende en die dezelfde bloedgroep had als haar moeder. Dat is echt iets wat wij ons niet zo heel goed kunnen voorstellen. Zo'n vrouw, die Despina, die stemt dan natuurlijk op Tsipras. Ik liep ging ik hardlopen, 's ochtends vroeg. En er is daar een... Is iemand wel eens in Athene geweest? Ja, je kent het Olympisch Stadion. Dat is dat oude Olympisch Stadion, begin 20e eeuw. Dat is een leuke tip. Kan je
hardlopen boven. Ja. Dat is echt heel mooi, met de hele stad aan je voeten. Ja, je ziet een prachtig uitzicht. Ik was onderweg daar naartoe en ik zag een keurig mevrouw naast een vuilnisbak staan, die met een haak daar een zakje uitviste met brood. En ik was echt in shock hoor, want ik had wel eens zwervers uit vuilniszakken zien eten, maar deze mevrouw was echt best wel netjes aangekleed. Dat had zo mijn moeder kunnen wezen. En je weet de cijfers, je weet dat, dat de middenklasse weggevaagd is, dat er heel veel armoede is. Maar als je zoiets ziet in alle vroegte, zodat er niet veel volk is op straat, want dat doet ze misschien niet als iedereen weer gaat werken, dan is dat best wel shocking. En wil ik jullie ook even het verhaal vertellen van Marios. Marios die in een boekhandel werkte in het centrum van Athene, die wij interviewden voor het journaal. Even, dit is nog mijn cameraman in Athene. Την ημέρα που ήταν πληρωθούμε δεν πληρωθήκαμε. Εκεί θεωρήσαμε ότι θα ήταν κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, με την τράπεζα και τα λοιπά και δεν ανησυχήσαμε. Πηγαίνεις στη δουλειά σου γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλη δουλειά. Είσαι φοβισμένος και ψιλοστριμωγμένος. Και άμα αντιδράσεις, φοβάσαι για τη δουλειά σου. Toen wij hem interviewden, toen was hij zijn baan toch verloren, want hij had geklaagd. Het salarisachterstand was opgelopen tot 18.000 euro. Had hij zo lang al, hij had al 2 jaar, de ene maand werd gevuld door de andere en dan kreeg hij weer een halve maand en dan weer een maand niet. En alles bij elkaar 18.000 euro. En als je denkt, nou dit is een heel bijzonder verhaal, deze man dus wel, heeft het wel slecht getroffen, nou nee. Er zijn in Griekenland 850.000 mensen die een salarisachterstand hebben van meer dan 3 maanden. Dat is 1 op de 4 Grieken die in de particuliere sector werkt. Laat dat maar eens tot je doordringen. En natuurlijk stemde deze Marios op Tsipras. Want Tsipras, dat was de jonge, charismatische, linkse politicus die zei dat hij wel eventjes de boel helemaal anders zou aanpakken. Maar ja, hoe? Ze gingen samen met zijn minister van Financiën, Varoufakis, voluit de confrontatie aan met Europa. Bluffpoker op het allerhoogste niveau. Anders is het niet. Hun idee was, Europa die zegt continu van, wij Noord-Europese landen zeggen van, nou, jullie moeten je houden aan die bezuinigingen, dan krijg je van ons wat hulp. Ze zeiden, nou, het is klaar, die schuld krijgen we toch niet weg. En Europa die kan echt niet ons uit die euro zetten, want ten eerste mag dat helemaal niet. Er is geen regel die zegt, gooi een land uit de euro, dat kan dus ook legaal niet. En ten tweede, dan hebben ze zichzelf eigenlijk nog veel harder te pakken, want wat gaat er dan gebeuren als één land uit die euro gaat? Kan Italië daarna volgen, Frankrijk, dat willen ze niet, de kosten zijn gewoon te hoog. Dus in eigen belang van Europa kunnen wij keihard erin gaan, want ze gaan dat toch niet doen. Dus gingen ze hier met onze eigen minister Dijsselbloem, die voorzitter is nog altijd van de Eurogroep, maandenlang met elkaar onderhandelen. De gewone Grieken, die wisten niet meer hoe ze het hadden eigenlijk, want die waren doodsbang. Die zagen dat als dit mis zou gaan, dat Griekenland helemaal kapot zou gaan. Dat als ze echt uit die euro zouden worden gezet, en niet iedereen geloofde precies wat Varoufakis hun beloofde, dan, wat gebeurt er dan? Dan ga je misschien 20, 30 jaar terug in de tijd, krijg je de drachme, nou dan is er helemaal geen einde, geen licht aan het einde van de tunnel. Dus als ik in Griekenland was, dan zag ik de rijen bij de banken staan. Zeker aan het einde van de maand, als de pensioentjes werden uitgekeerd en de salarissen werden uitgekeerd. Het eerste wat de mensen deden is naar de bank gaan om het salaris eraf te halen. Want je kan het maar beter thuis hebben, want straks is die bank failliet en dan krijg je helemaal niks meer. En dat is wat er gebeurde. En de ECB maar geld richting Athene verschepen. Want die pinautomaten die moesten wel geld blijven geven. Want op het moment dat die pinautomaten leeg zouden komen te staan, dan zou de paniek uitbreken, was de gedachte. Nou, die paniek die brak toch wel uit. Dit is midden in de nacht, toen de Grieken wisten dat ze voor het laatst voluit konden pinnen, heb ik gefotografeerd, een hele rij.
Want Tsipras die had aangekondigd dat er een referendum was, dat weet u vast nog wel allemaal, over die bezuinigingen uit Brussel. En het zou hard tegen hard gaan. En we moesten maar met z'n allen nee zeggen, had hij tegen de Grieken gezegd. Nou, dat was de grote paniek. Frankfurt draaide de geldkraan dicht en de banken moesten hun rolluiken laten zakken. Mensen konden niet meer pinnen. Wat betekent dat voor mensen die... De banken waren dicht. Je kon er dus geen geld meer opnemen. Je kon wel pinnen, maar 60 euro per dag. Overigens, dat is nog altijd zo in Griekenland. Dat weten heel veel mensen niet. Maar op dit moment kun je... Je mag het uitspreiden over de week. Dus je mag 420 euro aan het eind van de week opnemen. Maar je kunt nog altijd niet pinnen wat je op je bankrekening hebt staan. Bedrijven, als die geld willen overmaken, moeten ze naar een speciale commissie. Dat duurt een paar weken voordat die toestemming geven om geld uit het land te laten verschepen. Dus het is, dat weten veel mensen nog niet, maar het is, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Die eerste paar weken, die week voor het referendum en de week daarna, waren de banken helemaal dicht. Betekent voor de oude mensen die geen pinpas hadden, want in Griekenland hadden de meeste mensen geen pinpas, inmiddels wel, maar toen niet. Die konden gewoon echt niet meer bij hun geld. Toen hebben ze een paar staatsbanken opengedaan voor die oudjes, zodat ze bij hun geld konden. Maar dat ging ook weer op z'n Grieks. Je moest een nummertje trekken, je wist niet bij welke bank je moest, want je moest ergens staan ingeschreven. Oude mensen die de hele dag stonden te wachten, soms niet eens aan de beurt kwamen. Nou, die taferelen, dit is nee stemmen. Die taferelen die week voor dat referendum, die waren echt schrijnend. Maar goed, uiteindelijk zeiden de meeste mensen toch nee, ochie, in dat referendum. We weten hoe dat is afgelopen. Een week later zei Tsipras ja, want hij kon niet anders. En ik denk dat die beelden van die oudjes toch wel de doorslag hebben gegeven voor hem. Want als hij zijn poot stijf had gehouden, dan wist hij dat hij geen geld meer had voor de pensioenen. Dus dat was niet een kwestie van dat je het niet bij de bank kon ophalen, maar het geld was er gewoon niet. En ik denk dat hij dat niet aandurfde. Ik weet wel zeker dat hij dat niet aandurfde. Dus Griekenland, zomer 2015, kregen 86 miljard euro in het verschiet. Alle problemen opgelost, zou je denken. We zijn nu anderhalf jaar verder en je hoort er nooit meer wat van. We hebben de euro nog altijd, hoera. Wie had dat gedacht op dat moment? Ik denk dat, daar wel voorzichtig mee moet zijn of dat wel goed gaat. Ik wilde nog één ding laten zien. Wacht even, dit waren die banken 's nachts. De oudere mensen. En wie herkent deze man? Dit was de uitslag van het referendum. En de krant had zo'n groot Dijsselbloem. Iedereen weet in Griekenland wie Dijsselbloem is. Als je in Athene bent en je zegt, je komt uit Nederland, zeggen ze Dijsselbloem. Dijsselbloem. Die had niet zo'n hele goede pers en nog altijd niet. Hetzelfde gebeurt met Schäuble. Schäuble, de taxichauffeur, die zei een keer tegen mij, stonden we heel mooi boven een berg en wij zouden naar beneden gaan. En zei hij, als ik hem hier voor mijn neus zou krijgen, zou ik hem met rolstoel naar de berg afduwen. Met een stalen gezicht. Merkel, natuurlijk, hier. Dit waren de posters. Ja, ze hangen bij ons op de redactie hier nog altijd. Ik heb ze meegenomen. Dit is een niet zo'n mooie foto, maar dit is iemand die aan het demonstreren is met een foto van Merkel. We zijn nu een jaar later. Afgelopen week heeft Griekenland 2 miljard euro gekregen uit dat pakket van 86 miljard, omdat ze weer verder bezuinigd hebben. De belastingen zijn weer verder omhoog gegaan. Ik weet niet of iemand het in de krant heeft gelezen. Je hoort er niks meer van, hè? Ruim 2 miljard is die kant op gegaan en dit is wat er in staat. Pensioen gekort wordt. Ja, ze moesten wat, want die ouderen die probeerden die bus omver te duwen. Dus ik kan me ook wel weer voorstellen. Dus de woede is er nog altijd, alleen het is uit het nieuws, want wij hebben natuurlijk ook andere wereldproblemen op dit moment. De vluchtelingen, Obama die vervangen wordt door iemand waarvan we niet weten wat ermee gaat gebeuren. Syrië. Nieuws is iets wat
een beetje vluchtig is wat dat betreft. Op dit moment gaan alle ballen daarop en dan nu is even Griekenland uit het nieuws. Maar ik begon met de vraag, waarom gaat die crisis maar niet voorbij? Er is enorm bezuinigd. Dat is iets wat ook niet iedereen weet. Maar er is echt enorm bezuinigd. Dat is niet alleen in de gezondheidszorg, maar op heel veel vlakken. En de overheidsfinanciën zijn aardig op orde. Er komt zelfs iets meer in dan dat er uitgaat. Zo weinig geeft de Griekse overheid op dit moment uit. En de verwachting zou zijn dat de economie volgend jaar weer zou gaan groeien. Nou, er is 25% afgegaan, ruim 25%. Maar je moet weten dat 500.000 jongeren het land hebben verlaten inmiddels. Die zitten in Nederland, in Engeland, in Duitsland. En dat zijn met name de hoogopgeleide jongeren. Dus een hele generatie. Werkloosheid is nog altijd boven de 50%. Die is ietsjes eronder gezakt trouwens, omdat er zoveel jongeren vertrokken zijn. De jongeren die het land, de toekomstige generatie, die zou echt terug moeten om het weer op te kunnen bouwen. Er zou geld voor moeten zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de banken, die zijn behoorlijk wankel. De helft van alle leningen op de balans, daar is een betalingsachterstand op. De helft, hè? In Nederland is het nog geen 4%. Dus, nee, 2,5%. Ik zeg het verkeerd. In Nederland is het 2,5%. In Griekenland bijna 50%. Hypotheken, 2/3 van de huiseigenaren heeft een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden op zijn hypotheek. 2/3. Belastingen. Elke maand loopt het bedrag dat de Grieken niet aan de belasting betalen verder op. De schuld is nu meer dan 90 miljard euro. Dat is de laatste cijfers van augustus. 90 miljard euro, dat is de helft van de Griekse economie. Hè? Dus is of in Nederland 300 miljard euro niet opgehaald is aan belastingen. Dus ook al groeit de economie volgend jaar daar, weet wat ik u verteld heb, dat de basis niet zo heel erg gezond is die daaronder is. Dus als u politici hoort zeggen van, het gaat weer goed, we groeien weer. Het is nog niet zo heel gezond. Dat is gewoon de reden waarom ik denk dat de crisis voorlopig nog niet voorbij is. En ik denk dat wij in Noord-Europa, natuurlijk krijgen we ons geld niet terug. En misschien moeten we maar eens hardop zeggen dat we ons verlies moeten nemen. En de Grieken enig perspectief moeten bieden. Maar ik weet niet of u het met me eens bent. Ik dacht, het thema hier is Europa, blended community. Dacht ik, Europa, blended community. Laten we het met z'n allen doen.